De schriftlezing vindt u zometeen in het Nieuwe Testament, het Johannes-evangelie, en daarvan lezen we met elkaar het 9e hoofdstuk. En we willen in het bijzonder dan met elkaar stilstaan bij de versen 11, 25 en 38. Dus onze schriftlezing is Johannes 9 en de versen 11, 25 en 38... zijn de tekstwoorden waar we met elkaar naar willen luisteren. En voorbijgaande zag hij, dat is Jezus, een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. En dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde, maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zeide tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. En hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. En de geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze niet die zat en bedelde? En anderen zeiden: hij is het. En anderen: hij is hem gelijk. Hij zeide: ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: de mens genaamd Jezus maakte slijk en bespreek mijn ogen en zeide tot mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en ik wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeide tot hem: waar is die? Hij zeide: ik weet het niet. En ze bracht hem tot de Farizeeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. En de Farizee dan vraagde hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen: hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden: deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Ze zeiden wederom tot de blinde: gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: hij is een profeet. En de Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgene die ziende geworden was. En ze vraagden, zeggen: is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan u? En zijn ouders antwoordden, zeggen: wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of hij zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. En dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat hij uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders: hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij de antwoorden zeiden: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.
En ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u alreeds gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? En ze gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipelen, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. En de mens antwoordde en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blind geborene ogen geopend heeft. Indien deze voor God niet waren, hij zou niets kunnen doen. En ze antwoordden, zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren, leert gij ons? En ze wierp hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en vinden, zeiden tot hem, gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde, zeiden, wie is hij, Heere, opdat ik hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. En dit hoorde enig uit de fariseeën die bij hem waren, zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? En Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben, maar nu zegt gij, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover de schriftlezing, ook onze tekstwoorden. De heerlijkheid van Jezus geopenbaard in een blind geborene, want daar ligt eigenlijk het accent. Aan het begin dat deze blind geborene geboren is, opdat God verheerlijkt zou worden. Dat is een aangrijpend iets. En daarom zetten we dat ook boven de preek. De heerlijkheid van Jezus geopenbaard in een blind geborene. Nou, bij drie gedachten. In de eerste plaats zien we hoe Jezus zijn ogen opent. In de tweede plaats zien wij hoe Jezus zijn gesloten mond ontsluit en dat hij van Jezus getuigt. En in de derde plaats hoe Jezus het lege hart van deze blinde vervult door hem te belijden als de Zonen Gods. De heerlijkheid van Jezus geopenbaard in de blind geborene, dan hoe Jezus de blinde ogen opent, hoe Jezus de gesloten mond ontsluit. En tenslotte hoe Jezus het lege hart vervult. Ik vind dit jongens en meisjes zo heel opmerkelijk in de Bijbel en zeker bij de Heer Jezus, dat hij precies het tegengestelde zegt wat wij vinden. Om er heel eenvoudig te beginnen, toen je geboren werd, zei de papa en mama, toen je begon te houden, het leeft. En de Heer Jezus zegt, het is dood. Snap je dat? Het is ook vanmorgen hier. De farisee zegt, hij ziet. En de Heer Jezus zegt, je bent er eigenlijk blind voor. En de blindgeborene die mocht zien niet alleen met zijn natuurlijke ogen, maar daar gaat het juist om met zijn hart. En daar gaat het om, als de Heer dan zegt dat wij dood zijn en dat we eigenlijk niet kunnen zien, dan heeft dat niet te maken met je natuurlijke ogen. Want dan zeg je vanmorgen, nou, ik kan nu zien staan en ik kan psalmversjes meezingen, die kan ik lezen. Ik ben helemaal niet dood, ik adem. Ja, zegt de Heer, dat is waar en daarom heb je het nu niet eens in de gaten. Maar wat is nou nodig dat je een hartje hebt wat tot eer van mij leeft? Dan leef je. Daar ligt elke keer weer opnieuw, lieve kinderen, het accent. Dat we, zoals dat heet, dat moeilijke woord, wederom geboren worden.
Dat is niet zoals Nicodemus dacht dat we weer terug moesten in moeders buik, maar dat wilde zeggen dat de Heer ons een hartje moet geven dat naar hem uitgaat, tot eer van hem geleven, waar de liefde tot hem in gevonden wordt. En als we dat krijgen, krijgen we ook geestelijke ogen, niet mijn natuurlijke ogen, maar dan ga ik ook met datzelfde hartje geestelijk begrijpen wat de Heer nou wil doen en wat de Heer wil hebben in mijn leven. En daar moet je nou maar om bidden. Dan moet je maar om vragen, want jij en ik hebben dat van onszelf niet. Van onze geboorte zijn we dood, zijn we blind. Zijn we mensen die alleen maar zichzelf bedoelen. Ik doen, ik hebben, ik. Herken je het erin? Herken je zo jong als je bent? Hoe vaak heb je dat dan niet gezegd? Het is van mij. Ik wil, ik hebben, ik doen. Altijd dat ik. En weet je nou wat het nou is als de Heer nou een andaartje geeft? Dan wordt het de Heere. Dan wordt het u. Wat de Heere wil. En dan moeten we maar om gaan vragen. En dat wil de Heer nou geven, lieve kinderen. Juist als je jong bent, wat heeft het gezegd? Dat juist jullie tot hem mogen komen en dat grote mensen niet altijd maar moeten redeneren, maar als een kind moeten worden, niet kinderachtig, maar als een kind eenvoudig, omdat de Heer het zegt, te zeggen, ja, Heere, het is uw woord. Amen op het woord van de Heer. Zou je er nou om bidden? Zou je erom vragen, Heere, juist in je jonge leven? Bekende geschiedenis, gemeente, ligt er voor ons. En het begint eigenlijk met dat hele aangrijpende waar we zo snel overheen lezen, waar we het straks al zeiden, waar gaat nou deze hele geschiedenis om? Zeker dat de Heer weer eens een wonder doet. Hij heeft zelfs doden opgewekt, blinden. Heeft hij al eerder de ogen geopend. Kreupelen, en noemt u maar op. Maar waar gaat het om, en dat vindt u elke keer ook terug, juist in de evangelie, dat de Heer door datgene wat hij doet en wat hij spreekt, de heerlijkheid Gods gaat openbaren. En wat is die heerlijkheid Gods? Wel, dat hij nog omziet naar verloren mensen, kinderen, opdat hij daartoe de eer zou ontvangen. Is dat in uw leven al gebeurd? Hebt u hem de eer al gegeven? Voor elke ademtocht die we hebben, vanmorgen mocht opgaan naar zijn huis of te mogen zitten onder zijn woord. Daarin wordt zijn heerlijkheid geopenbaard. Dan is het dat ik aan onze kant, net als bij de kinderen, is weg. Dat heeft moeten sterven, opdat het zijne zal overblijven. En daartoe gaat de Heer nou werken in het leven van die blind geborene. Dan is het niet dat het is vanwege de zonde, dat zeggen wij trouwens ook, hè. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En in zijn algemeenheid is dat ook wel waar. Maar hier staat er ook dat deze man blind geboren is, niet vanwege de zonde. Want daar vroegen de discipelen ook om. Maar dat hij nou blind geboren is, omdat Gods heerlijkheid geopenbaard zou worden. Dat het grootste wonder openbaar zou komen, wat nou medisch gezien een onmogelijkheid is geworden, nou mogelijk is bij de Heere. En daar ligt het in. Daarom is die man blind geboren. Hoe oud hij is, weet ik niet. Hij heeft zijn jaren, zeggen zijn ouders. Misschien 20, 25 jaar. Kan je toch gaast niet voorstellen, jonge vrienden, dat je nou blind geboren wordt, al die tijd niet hebt kunnen zien, omdat Gods heerlijkheid geopenbaard wordt. Had dat eerder niet kunnen doen in je eerste levensjaar? Of misschien als je 10 was, maar zo lang moeten wachten. Ja, dat geldt voor ons, voor de Heer niet. 1000 jaar is als 1 dag en andersom. En daarom hebben we ons ook niet dat te vragen, Heer, waarom. Het is de weg die hij gegaan is met deze man. Maar waarvan de uitkomst, en dat mag ook voor ons gelden, dat diezelfde uitkomst gekend mag worden. Om nou God te blijden. En de Heer Jezus is de Zoon van God.
En daar gaat het ook om dat dat in deze geschiedenis zien hoe de Heer dat werkt. Wij hebben natuurlijk ook onze dogmatische invullingen. Hoe het moet komen tot die wedergeboorte, de heilsordelijke weg, zoals we dat noemen. Hier ziet u hoe de Heer dat op een bijzondere wijze doet. In de dagtijd is deze man, die Jezus niet kende, die naar Jezus niet vroeg, is een belijder van hem geworden. Zo kan de Heer vanmorgen ook werken, ook in het leven van jullie kinderen. Er is niet een hele lange weg voor nodig. Als de Heer vanmorgen tot je hartje spreekt, dan is het ook dat je mag weten een eigendom van hem te zijn. Want deze man is blind geboren en de Heer ziet hem. Moet u opletten, hij voorbijgaande zag hij een mens. We mogen onszelf erin getekend zien. Blind van de geboorte, ja dat zijn we dan niet, maar wel geestelijk blind. En als deze man nou maar genezen zou zijn van zijn blindheid, van zijn natuurlijke blindheid, dan was nog een ellendig mens gebleven. Maar de Heer opent niet alleen zijn ogen, maar hij opent daartoe ook zijn hart. En dat is nou wat we ook allemaal nodig hebben. Een geopend hart om geestelijk te zien, geestelijk te spreken, geestelijk van Jezus te weten en daardoor ook geestelijk wat onze toekomst is. Weet u dat? Waar gaat u heen? Als vanavond misschien het uur van uw dood is, waar bent u dan? Of schuift het ook vooruit? En dan ben je te laat. Heden, zegt de Heer, zoek ik u op. Heden spreek ik tot u. Heden wil ik aan u kwijt dat u van blindziende wordt. En er zijn geen belevingen van nodig en er zijn geen handelingen van ons nodig, er zijn geen gevoelens van ons nodig. Maar dat is zijn spreken alleen. En dat is wat de Heer Jezus dan ook doet op een bijzondere wijze. Hij maakt slijk. Hij tuft op de aarde en maakt er slijk van. Zeggen we dan. En dat doet hij nog op die ogen van die man ook. Eén ding is voor ons toch wel vast en zeker. Daardoor kan je niet genezen worden. De oogarts zal zeggen, het risico dat je nog een bacterie in je ogen erbij krijgt is groot. Maar de Heer Jezus doet dat wel. Om te laten zien, die man is uit de aarde, aards, en daarin ligt zijn blindheid. En daarom moet hij verlost worden en moet hij de Heer ook geloven. En wat zegt hij dan? Ga heen en was je. Nou, dat is gemakkelijk, het is best in de buurt wel iemand die je kent en zegt, nou, je kan je bij mij wel even wassen. Nee, hij moet speciaal naar de beek, de bron Siloam. We komen in de Bijbel meer tegen. Openbaringen die de Heer doet aan de bron Siloam. Daar moet hij heen gaan en dat moet ook geloofd worden. Dus de man zegt niet, ik smeer het speeksel, dat veeg ik even van mijn ogen af, ten schoot. Als hij dat gedaan had, was hij blind gebleven. Maar hij moet geloven dat hij naar de bron Siloam moet gaan, het badwater. En dat hij zich daar moet wassen. Met welke hoop en verwachting heeft die man dat nou gedaan, hè? Nou, gemeente, in de daad die hij doet, gelooft hij dat er wat kan gebeuren, wat zal gebeuren. De Heer heeft er niet bij gezegd van, je gaat er naar teen en dan word je ziende. Maar de man heeft wel gevoeld dat wat deze voor hem vreemde gedaan heeft, niet zonder een bedoeling is geweest. Let u erop, hij kent Jezus nog niet. Maar van Jezus gaat nou de kracht uit. Gaat de kracht uit in hetgeen wat hij aan deze man doet. En dat hij deze man daartoe zet dat hij gaat naar de bron Siloam. En met de Heer, lieve mensen, kom je nooit beschaamd uit. Die man gaat
Hij zegt dat ik was me en ik zag. Hetzelfde moment dat hij zich wast, is hij ziende geworden. Onmogelijk, zegt de medische wetenschap. En dat zeggen naderhand de godsdienst ook. Hij heeft al die tijd ons bedrogen door net te doen of hij blind was. Want het is een onmogelijkheid. Ja, dat klopt, is het ook. Maar niet bij de Heer. Niet bij de Heer. Een steen hard te verbrijzelen lukt u niet, wel bij de Heer. En zo is het dat de Heer hem dan ook ziende gemaakt heeft, zijn ogen geopend heeft. En dat daardoor een sprake uitgegaan is onder de mensen. Heb je het gehoord, Jan? Je weet wel, die altijd langs de weg zat te bedelen. Die blinde, weet je nog wel, die ziet. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ja. En dan moet ik het gaan vertellen aan die farisees. Hij wordt bij de kerkenraad geroepen. Jongen, hoe is dat nou gekomen? Nou, dat is gekomen door eentje die ik niet ken. En die heeft daar de slijk op mijn ogen gesmeerd en gezegd dat ik me moest wassen en ik werd ziende. En dan zeggen de farisees, dan zegt de kerkraad, sorry broeders, maar dan zegt de kerkraad, nou, die mens die dat gedaan heeft, dat kan nooit van God zijn, want hij heeft het op de zondag gedaan. Tot de zon. Die mens is een zondaar, hij overtreedt de wetten van Mozes. Wat ga je dan krijgen? Als de Heer in het leven van je gaat werken. En het mag zo heel anders worden in het leven van je. Dan gaat de godsdienst de vragen bestellen. De wereld interesseert het niet hoor. Maar de godsdienst. En die gaan dan zeggen, het is niets. Je hebt je ingebeeld. Of ze gaan zeggen, je hebt ons altijd voor de gek gehouden. Dat is als de Heer gaat werken. Want de mens wil er niet aan dat er iets van God is. Maar dan mag deze mens ervan gaan spreken. En dan zit er zo'n prachtige lijn in de gemeente. En dan hebben we dan, laten we dat dan maar voelen, de heilsordelijke weg bij deze man. Hij kent Jezus niet. En dat brengt het ons bij onze tweede gedachte. Nadat zijn ogen, blinde ogen geopend zijn door Jezus, gaat hij van Jezus getuigen. Want als hij dan bij die farisees moet komen, die, hebt u erop gelet toen we het lazen, van tevoren al gezegd hebben, wee, degene die durft te zeggen dat deze de Christus, dat die Jezus de Christus is. Die komt niet meer in de tempel, die komt niet meer in de synagoge. Weet u wat erachter zit? Dat ze wel geloofden dat het de Christus was. Maar het is van tweeën één. Of je handhaaft jezelf en er wordt Christus het zwijgen opgelegd. Of Christus legt ons een zwijgen op en openbaart hij zichzelf. En dat is wat hier gebeurt. Dat als dan de farisees dat hoorden, dan is het dat die man niet één, maar tot twee keer geroepen wordt om nou te horen hoe het gegaan is. En of hij hen niet voor de gek gehouden heeft en zijn ouders moeten daarom voor de kerkraad verschijnen. En wat is het dat die man zegt, u kunt wel zeggen dat een zondaar is, dat weet ik niet, ik ken hem verder niet, hij is een profeet. Ja, zegt u, maar dat is toch nog niets. En toch, gemeente, ligt daar het beginnend werk van Gods geest in. Want hoe heeft Christus zichzelf geopenbaard tijdens zijn rondwandeling? Is hij begonnen als profeet, dat weet u toch? Profeet, priester, koning. Hij heeft tijdens zijn rondwandeling zich eerst geopenbaard als de profeet, zoals Hebreeën zaten. En ten laatste heeft hij zijn zoon gezonden als een profeet. Het grootste gedeelte van zijn openbaringen als Israël is in zijn profetisch ambt geweest, om de verborgenheden der godzaligheid te openbaren, opdat door het woord in hem geloofd zal worden. Er moet niet in hem geloofd worden vanwege zijn wonderen en zijn tekenen. Dat was bij de scharen zo, dat weet u. Dat bijzondere wat hij deed, daar waren ze dol op. En daarom volgden ze hem.
Of hij weer eens een dode zou opwekken. Of dat hij weer een kreupele zou doen lopen. Of een blinde ziende zou maken. Maar het was hem niet om Jezus te doen. Dat blijkt als de Heer Jezus zegt, tenzij dat ge mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, gij zult het koninkrijk Gods niet zien. En zeggen ze, deze reden is hard. En ze gaan heen. Dan is het niet eens meer dat ze zijn wonderen en tekenen willen zien. Maar de Heer wil dat er op hen geloofd wordt op dat woord, dat profetisch woord dat hij spreekt, dat profetisch woord dat van hem getuigt. Dat zijn de profeten en de psalmen die van mij gesproken hebben. En zo is het dat die man eerst begint met dat profeet, hem aan te wijzen als de profeet die van God gezonden is. Want de farisees, hij is van God niet. En dan zegt die man, hij moet van God wel zijn, want hij is een profeet en een profeet wordt door God gezonden. En dan is het dat hier die man, die, wat weet hij nou, blind geboren. Braille was er in die tijd niet. Hij heeft geen letter geleerd en geen letter gelezen. En toch is het dat deze man, dat hij nou de farizeeën gaat onderwijzen. En dat hij tegen die farizeeën gaat zeggen, hij is een profeet. En als hij voor de tweede keer geroepen wordt, dan is zijn getuigenis nog groter. Want dan gaat hij hem inderdaad belijden als van God gezonden. Daar ligt eigenlijk het van God gezonden in, al dat die messiaanse gedachte. Hij is de Christus. Dat is de van God gezondere. Want als dan de farizeeën hem weer roepen en hem het voorhouden dat hij niet houdt de wetten van Mozes. Ja, wat zijn nou de wetten van Mozes? God lief te hebben boven alles en daarnaast onszelf. En wij maken gebodje op gebod, een regeltje op regeltje daarnaast, net als de farizeeën en de wetgeleerden. Wat een regeltjes hebben ze niet gemaakt. Alleen maar om zelf daardoor wat te zijn. Pas op mensen, dat je geen regeltjes maakt om daar zelf wat in te zijn. Maar dat we genoeg hebben aan de regels die God ons gegeven heeft. Waaraan bovenaan staat God de eer te geven van alles en hem lief te hebben als onszelf. Boven onszelf. Dat is de grootste regel die God geschonken heeft. Dat betekent dat we aan onszelf moeten sterven. Dat wil je niet hoor, dat wil je niet, dat wil ik niet. Daar is geesteswerk voor nodig, om het de doodsteek te geven. En het leven te vinden buiten mezelf in Christus Jezus. En dan werkt de Heer op een hele liefelijke wijze, werkt de Heer dat in deze man uit. Zijn naam wordt niet genoemd, een mens. Misschien staat wel opgeschreven dat we daar onze eigen naam maar eens in zouden mogen vullen. Een mens. Blind van nature. Voor de geestelijke zaken Gods. Maar het is zo prachtig mooi als dan die farizeeën en schriftleerden zegt dat het niet kan. Omdat hij de wetten van Mozes niet houdt. Omdat hij de Sabbat niet houdt. Tussen twee haakjes is het u opgevallen dat de meeste wonderen en tekenen die hier op de Sabbat gebeurd zijn. Je zou kunnen zeggen, lieve kinderen, dat de Heer Jezus juist op de zondag in het bijzonder werkt. Dat is zijn dag waarop zijn naam verheerlijkt zal worden. Juist op de zondag, daarom moet je ook op de zondag zijn, naar waar de Heer wil spreken. Dat is in de kerk, dat weet je, hè? Papa en mama moeten 's morgens niet tegen zeggen, kom schiet nou eens op, het is tijd om naar de kerk gaan, mot dat. Maar dat het is voor mag zijn in je hartje, fijn mama, mag ik ook mee. Om daar te zijn waar de Heer spreekt, ouderen. Is het daar onze begeerte te komen, daar waar Hij tot ons spreekt. Hij kijkt ons vanmorgen aan. Hij kent u en hij weet in het bijzonder wat er in uw hart leeft. En in mijn hart leeft. Heren, dan weet u ook wat ik nodig heb, net als deze man. Maar dan is het zo prachtig dat deze man van
van de Heer Jezus op een bijzondere wijze gaat getuigen. We zouden zeggen, er is eerst een heleboel onderwijs voor nodig om de dingen te begrijpen enzovoort. Dat is waar van ons mensen, maar als de geest werkt, gemeente, dan kan de geest dat direct openbaren in het hart. Want kijkt u maar, als de fariseeën en schriftgeleerden zeggen dat het niets is met die Jezus, dat hij zijn discipel is, dat hij niet eens weet waar hij vandaan komt, ook al zo'n leugen van ze. Maar dan zegt hij zo prachtig mooi, dat is toch bijzonder dat ik dat van u hoor, dat u niet weet van waar hij is, u weet van waar Mozes is en u weet niet waarvan deze mens, deze Jezus is. Nou, dat is wel toch heel bijzonder. Dat weet u niet, hij moet toch van God zijn, fariseeër schriftgeleerde. Want wij weten dat God de zondaars niet hoort. En als u zegt dat hij een zondaar is, had God hem niet gehoord en had hij mijn ogen niet kunnen openen. Maar alleen maar die God vruchtig is en die de wil van God doet, die hoort hij. En het is toch gebleken, weet u wanneer het in de geschiedenis opgeschreven is dat een blind geborene door een mens de ogen geopend is? Het is nooit voorgekomen. Dus als het is dat u zegt dat u niet weet van wie deze mens is, dan dwaalt u, want wij weten toch heel nadrukkelijk dat deze mens van God gezond is en dat deze mens alleen door God deze wonderen en tekenen doet, omdat hij de wil Gods doet. Nou, daar hebt u toch wat Christus ook van zichzelf getuigd heeft. Ik ben gekomen om de wil mijns vaders te doen. Hier is het dus dat deze man daarin beleidt dat wat juist de schriftgeleerden en de farisees niet wilden horen, dat hij is de Christus der schriften. Want dat komt hier naar voren toe. En dat is wat deze mannen haarscherp aanvoelen, wat deze man nu bedoelt. Eerst een profeet en nu is hij van God gezonden. Ziet u de lijn? Daar is het dat de Heer steeds meer in zijn hart geopenbaard wordt en hij vroommoedigheid krijgt om van de werken des Heeren te getuigen. Om zelfs deze, wat ze zeggen, met knarsende tanden, om zelfs de fariseeërs te onderwijzen die dat niet willen horen. En die hem daarom de tempel en de synagoge uitgooien. Dat is ook wat, hè. Eerst mocht hij daar niet komen omdat hij blind was, want een blinde mocht niet in de tempel komen, niet in de synagoge, net als een kreupel en een melaatse, noemt u maar. Een zondaar mocht er niet komen, want als een mens zo geslagen was, dan moest een groot zondaar zijn. Moest een groot zondaar zijn, u kent wel, dat kenden de kinderen ook wel, Job, hè. Job, zeg maar, waarin heb je, dat God je zo geslaven, welke grote zonde heb je wel niet gedaan, joh. En dat was ook met die blind geboren, je moet wel gezondigd hebben om blind geboren te zijn. Dus als je ziek wordt, dan moet je wel een grote zonde gedaan hebben, dat is wat ze zeggen. En dat is nou wat deze man laat horen. Jezus een zondaar. Hoe kan dat dan? Hij is van God gezonden. En wat zeggen ze dan? Eruit met die man. Dan mocht je niet komen omdat je blind was. En dan mag je er niet komen omdat je van de Jezus getuigt. Apart, hè? Eerst moest de koster iemand tegenhouden bij de deur als die blind was of als die kreupel was toen. En dan mag hij zien en heeft de kerkraad gezegd, die man komt er ook niet in, koster, je moet hem buiten houden. Dat is wat. Had hij dan willen opgaan naar de tempel, en dat klinkt voor ons wat anders als toen, maar naar de tempel opgaan was dat je een offer kon brengen voor je zonde en voor je schuld. Iedereen zag er naar uit om op te mogen gaan naar de tempel, dat deze man ook voor zijn zonde en schuld en daar het offer kon brengen. Mag niet. Met andere woorden, eerst was het dat hij er buiten lag vanwege zijn zonde. Dus hij kon niet zalig worden.
En nu is het dat daar de godsdiensten buiten zet. En het gevoel geeft dat hij niet zalig kan worden. Want hij is door hen afgeschreven vanwege het belijden van Jezus. Kom je er buiten? Dat is vervolging, gemeente. Dat is vervolging. We leven in, ook in Nederland in de tijd van vervolging. Vergist u zich alstublieft niet. Nee, je voelt het niet. Nee, je wordt niet in de gevangenis geworpen. Het kost je je leven niet. En ze nemen je huis niet af en noem maar op. Maar we worden wel het zwijgen opgelegd. U mag van Jezus getuigen zoveel u wilt onder elkaar hier in de kerk. Of op de catechisatie, of op de clubs, of op een gemeenteavond, maar niet erbuiten. Dan mag u niet meer spreken van wat God in zijn woord zegt, want God in zijn woord vraagt om daardoor van God te getuigen. Eigenlijk precies hetzelfde bij die man. Alleen maar bij die man was het ook met de godsdienst. Trouwens niet anders hoor. Godsdienstig mensen het ook over zijn vraagtekens achter, behalve achter zichzelf. Maar de wereld wil het niet meer horen. De wereld wil niet geconfronteerd worden met het feit dat God wat van ons vraagt, wat God van ons wil hebben. Maar we moeten ons kunnen uitleven, de begeerte van het hart moeten we kunnen vullen. Wij moeten het zelf invullen, het is mijn leven. Wat een hoogmoed. Hebt u dan zelf uzelf het leven gegeven en de adem? En kunnen we onszelf dan de adem vasthouden? Want als we onszelf de adem gegeven hebben, moeten we hem ook kunnen vasthouden. En op onze tijd ook kunnen uitblazen. Ja, dat lijkt er wel op dat men zegt, men bepaalt of je wel of niet geboren mag worden. En de mens bepaalt zelfs of dat zijn leven vruchtbaar geweest is en dat hij eruit stapt. Ik. Ik mag met mijn leven doen wat ik wil. Jonge vrienden, zou je eraan denken, dat is nou de prediking van de duivel. Doe maar wat je wilt, het is jouw leven, maak er maar wat van, geniet er maar van, ga maar naartoe wat je wil. Drink maar wat je wil, gebruik maar drugs wat je wil, of noem maar op, alles wat de wereld je aanbiedt, neem het maar. Want je leeft maar één keer hoor, en het is jouw leven, dus geniet ervan. Kijk, dat is de prediking van de duivel. Waarom doet hij dat? Omdat hij je ondergang zoekt. Dat je in de goot terechtkomt. Dat je het in het leven niet meer ziet zitten. Het nut van het leven is er dan niet meer. Dat is nou de duivelse prediking. Maar de Heer zegt, het is mijn leven. Omdat je tot eer van me zult leven. En dat kan over hoogte zijn, de Heer kan het wel maken hoor. De Heer kan het goed maken, ook een gevaar hoor. We denken wel eens als het ons heel goed gaat in het leven, dat we dan dankbaar zijn, maar de voorspoed kan ons ook wel eens van de Heer vandaan leiden. Dan is er zoveel wat er gaat trekken in de wereld en we kunnen het toch kopen, we kunnen het nemen. Er zit ook een gevaar in. Armoe ook, net zo goed. De armoede hoeven we ook niet te verheerlijken en we hoeven er ook niet om te bidden. Want de armoede kan ook wel eens tot opstand leiden. Maar als nou de weg van de Heer is, net als bij deze blindgeborenen, wat wordt het dan een zegen als we leren zien? Het is zijn hand. Wonderlijk. Hij moet van God gezonden zijn. En dan kunnen we achteraf, ik weet het niet van tevoren, achteraf kunnen we dan zeggen, Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het is goed voor mij blind geboren te zijn geweest. Je kan het je wel niet voorstellen. Maar ook in onze dagen zijn er nog zulke mensen. We hebben eens een keer in Veenendaal en naderhand in Achterberg een jonge man uitgenodigd. Die vanaf zijn geboorte niet heeft kunnen lopen. In een rolstoel. Een heleboel dingen die hij niet kon doen. Spastisch was en noemt u maar op. Je zou kunnen zeggen, nou, alle lichamelijke klachten had hij wel. Behalve zijn hoofd, dat was goed. En die heeft toen op een gemeenteavond gesproken hoe blij die was. Dat hij zo geboren is en dat hij zo'n rolstoel kon zitten. Je kan het toch niet voorstellen, jonge vrienden. Ziek, je kan niks. Je kan nergens naartoe. Je kan niet sparen voor een brommer of naderend voor een autootje. Je kan helemaal niets.
arme jongen. En wat zei hij van zichzelf? Hij was helemaal niet arm, hij was gelukkig. Want het hield hem dicht bij de Here. Hij kan nu opgaan in de wereld, hij kan nu door de wereld verleid worden. Maar wat hij wel kon, dat was goed van de Here spreken. Je kon hem met droge ogen niet aanhoren. Zo goed sprak hij van de trouw en de goedheid des Heren. En de contacten zijn al die jaren al is hij verhuisd. En wordt hij best een stukje van ons vandaan. De contacten we regelmatig krijgen op een hele gebrekkige manier. Op zijn laptopje weer geschreven een briefje. Dat ondanks dat hij weer kwalen erbij gekregen heeft, de Heer zo goed is, dat is een wonder, gemeente. Dan zou je haast kunnen zeggen, die is nou toegeboren, net als die blind geboren, omdat God verheerlijkt zou worden door een mens. Want als wij zeggen dat de Heer goed is, ja, dat begrijp ik. Het gaat u goed. Maar als zo'n mens dat gaat zeggen, zo één, dan maakt het diepe indruk. En dat is wat de Heer nou wel eens doet. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik de barmhartigheden en de goede tierenheden des Heren zou mogen kennen. En dan moet je niet van de godsdienst hebben, want dan wordt die blind geboren eruit geworpen. En wat staat er dan? Dan zoekt de Heer hem weer op. Dan komt de Heer weer, want er staat heel nadrukkelijk. Als hij er uitgeworpen, Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen, hem vindende. Dus daar staat eigenlijk dat de Heer hem zocht waar deze man dan mocht zijn. Met al datgene wat hij heeft moeten ondervinden nadat God zijn heerlijkheid hem geopenbaard had. Nadat hij de wonderen werken om Gods mocht aanschouwen, de natuur mocht aanschouwen. En noemt u maar op. En dat hij dan eruit geworpen is. En dan zoekt Jezus hem weer op. En wat vraagt hij dan? Wij zouden zeggen vanmorgen, geloof je in God? Geloof je in God? Jongens en meisjes, geloof je in God? Dat zeggen we allemaal, ja, kan u zelfs dan een islamiet en een moslim, kun je het ook vragen, geloof je in God? Ja, ik geloof in Allah. Want elke mens heeft wel een godsdienst, vraag maar aan een Indiaan, vraag maar aan een boeddhist. Ze hebben allemaal hun goden, allemaal hun afgoden. Ze geloven allemaal in een God, in een hogere macht. Dat is vanuit de schepping nog overgebleven, iets van God. Er is echte atheïst bestaat niet. Ze geloven altijd in iets. Maar dat vraagt hij ook niet. Vraagt hij dan, geloof je in de Heer Jezus? Nee, vraagt hij ook niet. De Heere vraagt aan hem wat eigenlijk voor deze man in die dagen de doodstraf had kunnen zijn. Daar waarop Christus zelf straks veroordeeld is, godslastering. Want hier is het dat Christus vraagt, geloof in de zonen Gods. En als de hoge priester het later aan Christus vraagt onder ede of hij de zoon of Gods is, hij zegt, ik ben het, gij zegt het. Hebben we nog een grotere godslastering nodig, kruis hem. Maar hier is het dat de Heer dat vraagt, geloof je nou in de zoon of Gods? Dat is degene die door God gezonden is, je hebt het toch straks gezegd. Deze mens moet wel van God gezonden zijn. En geloof je dan in de zonen Gods? En wat is dat dan wat deze man zegt? Gaat hij niet erin en zegt, Heer, wie is het? Omdat ik hem mag geloven. Hier ziet u, dan heeft hij eigenlijk nog geen besef dat degene die hem de ogen geopend heeft, dat het is degene die daar voor hem staat. Hij kent Jezus niet. Maar hier is het dat de Heer zich aan hem gaat openbaren. En gemeente, wat is er dan maar weinig nodig? Om dat levende geloof in het hart te bevestigen. Ik zeg niet voor die tijd dat er niets was. We gaan met elkaar hier de discussie niet aan, wat we dan theologisch zo graag doen over een
onbewuste wedergeboorte of een bewuste wedergeboorte of de plaats van onze wedergeboorte, noemt u maar op. Ik kan er soms wel eens moe van worden. Als ik iemand voor het eerst aan het avondmaal gaat, wat heeft hij of wat heeft zij beleefd, heeft hij meegemaakt, wat zijn de woorden geweest? Ja, van Paulus kan het zeggen, Timotheus ook. Timotheus ook. Timotheus, die heeft het geleerd op de schoot van zijn oma, toen hij zo'n ventje was. En op de schoot van zijn moeder. En daar heeft de Heere dat nieuwe leven in hem gewerkt. Daar had hij geen tekstje bij, daar had hij geen plaats bij. Maar daar is waar de geest van dood levend gemaakt heeft. En ik denk dat de Heer, lieve kinderen, veel al zo werkt. Hier staat er ook zo een. Op de schoot van opa geleerd. Wist ik toen wat dat was? Wel, nee joh. Ik wist alleen maar dat het echt was bij opa. Heer, mag ik dat ook hebben? En dan naderend gaat de Heer je dat geven. Dat je de Heer gaat lief krijgen. Dan kan je niet meer zonder de Heer. Dan wil je meer van de Heer Jezus horen. En als ik dan aan je zou vragen, ben je bekeerd, ben je wederom geboren? Dan zeg je, weet ik niet, maar ik kan niet meer zonder de Heer Jezus. Zie je? De Heer werkt juist zo graag in je jonge leventje. En er is niet dat de Heer soms harde klappen moet geven, net als bij Paulus. En dat is hier ook, dan is het dat de Heer hem weer opzoekt. En dat de Heere die vraag aan hem stelt, Heere, wie is hij? Is onze vraag, Heere, wie bent u nou toch? En dat de Heere gaat zeggen, ik ben toch degene die je gezien hebt en die je gehoord hebt, die tot je gesproken hebt, misschien vanmorgen in de kerk. Ik was het. En dat is als deze man dat hoort, Heere, dan zegt hij het ook. En je hebt hem gezien en met u spreekt, is dezelfde. Hebt u wat meer nodig? Alleen dat Jezus zich aan u openbaart en dat hij het zegt, ik ben uw heil alleen. O gemeente, dan is het ook dat er van die man staat, niet van wat moet ik nou nog meemaken, wat moet ik nou nog kennen, wat moet ik nog leren, ik geloof, Heer. Geloof alleen, zegt de Heer toch. Dan staat in zo'n woord, geloof alleen, ja dat heb ik niet, nou bid er dan om. En ga niet zitten vragen over allerlei bevindelijkheden en wat dan ook. Bid dan om geloof. Heren, dat heb ik nodig. Ik geloof, Heren. Wat is zalig worden toch gemakkelijk, lieve mensen. Vind je niet? Zalig worden is toch zo gemakkelijk. Hij hoeft maar tot me te spreken en het is gebeurd, het geschiet. Dan is het hart vervuld van hem. Zeker, ik zeg niet dat Heren met iedereen zo weggaat. Ik noemde net al Paulus en ik noemde al Timotheus. De Heer gaat met ieder een eigen weg. Maar wij zijn soms zo dat onze zaligheid of het beleven van de zaligheid in de weg gaan staan. Omdat we gaan redeneren en in meende dat we eerst alles meegemaakt moeten hebben. En alles gekend moeten hebben. Tot vermoeiend toe. En dat sommige van Gods kinderen, terwijl de Heer in hun leven gewerkt heeft, pas op een sterfbed in de ruimte komen. Lag dat aan God? Nee, dat ligt zo aan onszelf. Neem maar de toevlucht tot hem, stort uw hart voor hem eruit. Vertel hem maar dat u niets hebt en dat u nou alles van hem verwacht. Heer, mijn godsdienst is niks en mijn goede werken zijn niks en mijn vrome leven is niks en mijn eigen geloof is niks. En mijn eigen gerechtigheid deugt niet. Heere, schenk mij geloof alleen. Zult u erom bidden? Hij zoekt u daarvoor op, mensen, vanmorgen. Zoals hij die blinden heeft opgezocht tot twee keer toe. Om zichzelf te openbaren. En wat is het wat die man zegt? Dan wordt zijn hart vervuld met de heerlijkheid Gods. Met de liefde van Christus. En dan is het, ik geloof, Heere. En dan komt u tot de aanbidding. Dan komt u tot de aanbidding van hem. Dan wordt het, is door u alleen. Daar begint het mee in dit leven. Hè?
Het is door u alleen, en straks zal het eeuwig gezongen worden. Het is door u alleen. Want u hebt me opgezocht. U hebt mijn ogen geopend, mijn mond geopend, maar dat gesloten hart, dat verdorven hart, dat hebt u ontsloten, opdat het vervuld zou worden met uw liefde en met uw nabijheid. Opdat ik u alleen zal belijden, u alleen zal aanbidden. Hoge mensen, daartoe staat u nou vanmorgen voor ons om dat te leren. Laat dat nou uw beden zijn, onbekeerde. Niet opdat je van alles en nog wat moet beleven. Alleen maar te bidden om geloof, lieve kinderen. Alleen maar te bidden om geloof, om een hartje. Waarin de Heer dat geloof legt. Heere Jezus, buiten u is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, zonder u kan ik toch niet. Zul je erom bidden? En dan worden wij maar als kinderen. Groter, om maar als een kind te worden. Om een eenvoudige wijze te bidden. Waarom? Om geloof. Dat zegt u toch? Geloof alleen. Geloof in hem alleen. En dan staat het in zijn woord, of geloof u dat niet? Niet van hem verwachten, zullen niet beschaamd uitkomen. Of zitten we nog met jou maar? En zo gemakkelijk zal het niet gaan. Dat deden die farizeeën ook hoor. Ja, maar zo gemakkelijk zal het niet gaan. Dat ja maar, moeten we ook aan sterven. Laten we maar naar al het onze sterven. Of dat we maar dat ene mogen overhouden. Ik geloof, Heere. Om in die stille aanbidding te komen. Van zijn macht, van zijn majesteit. En van zijn heerlijkheid. Amen. Psalm 111. En daarvan zingen we het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. 111, het tweede vers.